Ja, dit is kort. Letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn schoon. En dit is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 880-2940. Tot dan. En zoals u ziet, dan gaat het nu omtrent de penalties. Ja, op locatie Kulturu TV vandaag iets anders dan de actualiteiten. Tidewin Nakamon op Chin Sport en wat zal er gebeuren? En ja, we brengen hem in beeld. Dit zijn onze Surinaamse sporters al. De mensen hebben oefen aan sport voetbal. En we zijn hier Kulturu TV op locatie Stubila. En zoals u ziet, dan draait hij nu om de penalty. Zo meteen hebben we de prijsuitreiking. En we zijn hier op locatie om dit voor u vast te leggen. Kulturu TV op locatie hier te Latour. En we zijn vandaag in Stubila waar er een knock-out wordt gehouden. De jongeren weten we, loop-af-voetbal gebeuren in Suriname. En we staan hier met de heer Kelvin Konicki en de heer, Breveld. Edli Breveld. De heer Kelvin Konicki en de heer Edli Breveld, welkom in ons interview Kulturu TV. Wat is er gaande hier vandaag? Vandaag hebben we de SDG voetbaltournament georganiseerd. En dit tournament is speciaal gehouden in Latour. De verschillende buurten in Latour hebben teams geproduceerd en die spelen een knock-out competitie. En er is net gescoord. De SDG's gaan. Ja, en die hoort. De SDG's gaan om de Sustainable Development Goals of de duurzame ontwikkelingsdoelen. En dat zijn doelen vastgesteld door de United Nations en de lidstaten. En deze doelen moeten ervoor zorgen dat het leven van ieder op aarde beter wordt. Dus ook de mensen in Suriname. En we zijn hier zo bij elkaar om ervoor te zorgen dat ook de jongeren in deze omgeving, ook de mensen in deze omgeving, niet alleen de jongeren, in contact worden gebracht met de SDG's, dat ze weten wat de SDG's zijn, waarvoor ze dienen en waarom het belangrijk is dat wij allemaal gezamenlijk daaraan werken. Okay. De heer Kelvin Konicki, welke doelen hebben we al bereikt in Suriname wanneer ik hoor de SDG? Nou, het gaat erom dat we in 2030 moeten proberen om de meeste van deze doelen te realiseren. De bedoeling is dat we, als we kijken naar die doelen, de manier hoe ze samengesteld zijn, dan hebben we te kampen met allemaal. Onderwijs, gezondheid, klimaatverandering, you name it. En de bedoeling is dat we als land stappen maken om steeds weer onze bijdrage te leveren. Het gaat om de United Nations doelen die zijn vastgesteld. En als land hebben we geratificeerd. En dat betekent dat we komen er niet onderuit om ook onze bijdrage te leveren. En we hebben organisaties, het gaat om de formuleorganisaties in deze United Nations. Zij hebben de voortouw als organisaties als UNFPA. Maar ook de andere organisaties die ondersteuning geven als Stubila. Daar proberen we steeds weer die awareness te brengen. En we proberen ook stappen te maken richting het behalen van deze doelen. Dus exact in percentage kunnen we niet aangeven van hey, kijk, in percentage ziet het zo eruit. Maar we moeten trots zijn als Suriname dat we lappen die doelen niet aan onze laarzen. Maar we proberen dagelijks op hoe klein, hoe groot dan ook, proberen we onze bijdrage te leveren. En zoals u ziet, dan hebt u daar de penalties. Als ik mijn camera even omkeer, dan ziet u de drukte hier. En dat wil zeggen, er is animo wanneer het gaat omtrent het voetbalgebeuren in Suriname. En ja, dit is hem al hier in Stubila. Wanneer ik verder ga, betekent het dat het alleen in Stubila wordt gehouden of gaan jullie verder? Nou, Stubila was de eerste plek waar we dit gehouden hebben. Dit omdat er vanuit Stubila een aanvraag is gekomen om zo'n competitie te houden. En we hebben daaraan de SDG's gekoppeld en het is een succes geworden. We hebben heel veel jongeren kunnen bereiken, jongeren die we normaal niet zouden kunnen bereiken. Maar door sport kunnen we mensen samenbrengen en dat hebben we dus hier bewezen. Dus het is niet iets dat we hier willen houden, we willen het in heel Suriname eigenlijk opnieuw doen. Zodat
alle jongeren, zodat alle mensen eigenlijk bewust kunnen worden van de SDGs en wat deze betekenen en waarom het belangrijk is dat we eraan werken. Ja, het is misschien goed om ook te vertellen dat we, los van het voetballen, hebben we ook deze jongeren zitten trainen. Dus de bedoeling is dat niet ze alleen voetballen, maar ze zijn getraind over de SDG, dat onder leiding van Ruiz Carto Regio. Dus we hebben ook mee momenten kunnen creëren dat ze ook dat stukje kennis krijgen van waarmee we dealen en wat allemaal hier gebeurt. We hadden ook een beurs met informatie van de verschillende stands. En we hebben geprobeerd om de mensen die niet hier waren, zijn komen bezoeken, dat ze ook wat informatie meekrijgen van de SDG. Oké, ja, die hoort het hier mensen, als aan je monter hebben, ja zo. De heer Kelvin Koniki, wanneer we vandaag anno 2022 kijken naar de jeugd, dan zien we dat vaak in de krant verschijnt dat de jeugd in de criminaliteit belandt. We weten, je maakt je ook sterk voor het sportgebeuren. Wat is je boodschap naar de jeugd? Nou, het is belangrijk om te aller tijden te proberen om zoveel mogelijk de volle potentie uit jezelf te halen. We merken dat hier en daar er nog wat jongeren zijn die kiezen om de andere kant op te gaan, om zaken te doen die niet zo rooskleurig zijn. Maar we moeten ook zeggen dat onze jongeren, hoe jong ze ook zijn, dat ze in staat zijn leiding te geven. Ze zijn in staat om ook verantwoordelijkheden met zich verantwoordelijkheden op zich te nemen. En we moeten zeggen dat het is in balans, het fluctueert. Aan de ene kant zie je soms de positieve dingen naar boven komen, maar soms ook de negatieve dingen. Dus ik zou zeggen, probeer zoveel mogelijk jezelf te zijn. En probeer zoveel mogelijk dat wat je in je hebt, dat je dat naar buiten brengt, de positieve dingen. En doe je best op school, want daar begint het. Het begint met educatie, het begint met kennis hebben, de vaardigheden, spreekvaardigheden, denkvaardigheden, denkvermogen, elke keer weer aanscherpen. En uiteindelijk moet je durven om initiatieven te nemen. Als wij dat vandaag hebben gedaan, dan gaat het zeker lukken. Ik heb gehoord initiatieven nemen. We weten, er was een jeugdparlement, of er is tenminste, maar het leek alsof ze niet bestaan. Vind je dat er meer aandacht besteed moet worden aan het jeugdgebeuren in Suriname? Nou, als UN vinden we de jeugd een hele belangrijke doelgroep. En deze doelgroep hebben we ook elke keer, nemen we elke keer mee. Want we weten nou eenmaal, het is misschien een gezegde die heel vaak gezegd wordt, maar de jeugd is de toekomst van morgen. En het is waar, de jeugd is de toekomst van morgen. Daarom investeren we ook in de jeugd. Want we willen dat de jeugd de kans krijgt zich zo goed mogelijk te ontplooien. Zodat we betere leiders, betere mensen hebben die dingen de wereld beter tot ontwikkeling kunnen brengen in de toekomst. Hier in Stubila, de Suriname Botak apresi druk. Is hij geschoord of is hij niet geschoord? En je ziet daar iets gebeuren. De arbiter. Die ook daar is op locatie. En ja, Tramafin Abal Nelai. Ja, en we moeten sportief blijven. Daar hebben de officials. En wat zal er gebeuren? Is het opnieuw? En dit is het al in Suriname, een mooi sweet voetbal, Bakana. Ja, Abal Lai of Abal Nolai, dat is de discussie nu op dit moment. Is het gescoord of is de bal niet gescoord? We kijken nog verder wat er zal gebeuren. Wat zal er gebeuren? En hier heb je een persoon. Waarschijnlijk wordt dit een Laiwini als ik het goed heb. Hey, en hij heeft gemist. Ja, hij mist de bal.
We weten in de economische situatie waarin we nu zitten. Vind je dat, dat er meer gedaan kan worden zodat jonge leiders de kans krijgen om zichzelf te bewijzen? Nou kijk, we leven inderdaad in een ongezellige economische situatie waar de inspanningen extra zijn. De bedoeling is dat we met z'n allen, het is niet alleen maar bij de overheden, en ik zeg bewust overheid, omdat het niet alleen bij deze is, maar ook de voorgaande, dat we steeds weer moeten proberen, hoe moeilijk het ook is, om beetjes bij beetjes richting te brengen ons, richting onze jongeren. En ja, bij de overheid, ik ben van de overheid, het staat met subsidie, hoe weinig de middelen ook zijn. En we moeten steeds weer proberen om veel meer middelen te vergaren. Maar wat ik ook wil zeggen is dat organisaties niet moeten vergeten dat we de extra grote organisaties hebben als United Nations, de ambassades, de verschillende UN agencies, die ook fondsen hebben en ze willen helpen. Dus dat moeten we proberen steeds weer richting die mensen ook te gaan om het samen te doen. Het gaat erom dat we nu in een moeilijke positie zitten, maar we komen wel eruit. Daarin geloof ik. We komen wel eruit. Een vraag die ik steeds kreeg over straat is, als ik een project uitschrijf, mag ik het indienen? Want de man is sappen, de man moest dienen zijn in. Tramawan kies van ondersteuning voor een ministerie. Hoe moet dat geschieden? Nou kijk, als ministerie geven we technische assistentie aan verschillende organisaties. Het is van individueel tot niet commercieel tot commerciële organisaties. En de bedoeling is dat wanneer je je subsidie indient, dan wordt het heleboel, het wordt gescreend. En als het goed is bevonden, dan als de middelen er zijn, dan krijg je dat wel. En hetzelfde ook bij de UN agencies. Als je projecten indient en het is goed bevonden, dan krijg je de ondersteuning. Als Oostubula dat heeft gedaan. Ja, en ik weet niet als je over de statistieken beschikt, maar zijn er wel mensen die veel projecten schrijven? Nou, over projecten schrijven zijn genoeg mensen die projecten schrijven. Het ligt de kunst. Zijn mensen die binnenkomen bij het ministerie? Nou, er zijn mensen die schrijven en ze komen binnen. Nogmaals, de kunst ligt meer bij het schrijven zelf. Mensen moeten meer leren projecten te schrijven, want daar begint het ook en dat hebben we ook. Dus we moeten ook steeds weer proberen om de vaardigheden van schrijven beter te maken. Oké, nee, thank you Mr. Koniki. We gaan met jou afsluiten. Hoe ziet de avond of de dag verder uit? Nou, vandaag. We zijn nu aan het einde gekomen van de dag. Het was een hele lange dag. We zijn vanmorgen sinds 8:30 waren we hier. We hebben heel veel mensen zien langskomen. We hebben de informatie kunnen delen. We hebben kunnen bezig zijn met de jeugd. De jeugd heeft op een hele leuke manier zich kunnen uiten en kennis leren maken. Op kennis gemaakt met de SDGs. En nu is de finale. We gaan zo meteen over naar de uitreiking en kunnen we zeggen dat het een succesvolle dag is geweest, ja? Okay. Nee, okay. Thank you, de heer Kelvin Koniki en ik ben je naam? Edly Breveld. Thank you. Wat zal er gebeuren? En hij mist ook, ja. En dit is hem al hier te Stubila. Een spanning die aanwezig. En hij scoort. Hij mist ook en daar heb je hem. Hier te Stubila gebeurt het.
En hier hebben we een team, ze winnen een wedstrijd. En mag ik zo vrijpastig zijn om te weten of je een coach? Ja man, ik ben een coach voor Rango. 5-4? Ja man, als je team in Okori voor de kampioen. Ja man, nou een echt sweet gevoel. Oké, lekker dan. Hé, maar va op zo'n wedstrijd op play? Is dat bij allemaal betrangen? We play in totaal 3 wedstrijden. Hij full fase, one knockout fase. Dat we play 8-1, dat we go in de finale. Ja man, dat we in de finale. Okay, ja man, en Mr. Takde, hoe heb je de echte hype op? Nou, Rango na zo'n pre-series, maar dat we. Dus we doen dat voor Rango, sir. We doen dat voor Rango, we moeten mooi naar een sweet beer te poeseren. Hé, en check nou. Wat heb je gezegd bij de drape omtrent een penalty? Is dat niet zo precies? Is dat pas aan de tabel, de play, maar de boy broer de fire. Is dat niet zo ref, de keem, bos, leid, toen we bij de insnangen. Maar uiteindelijk, we hebben dat nou. We scopen morgen netjes. Ja man. Ja maar hey, Kulturu TV, een media bedrijf naar Nederland. Zou je iemand tegen hem dat zien? Ja man, alle deze maar uitaan voor Love Kulturu TV. Want we hebben voor Rango Serif naar Kulturu TV weer volgen. Ja, thank you. En zo hadden we ons gesprek met de trainer hier zo op Rango. En we weten Rango, Aheer Blok DC. Ja, is een volksbuurt. Hè? Zijn volksbuurt bij je op heel veel jongeren. Heel wat jongeren heb je hier aanwezig. Isabi de Massa, voetbal, basketbal en noem maar op. En ja, het doet je goed om de jeugd zo bezig te zien hoor. Ja? Isabi de Massa, die play de voetbal, die relax. En dat hebben we nodig hier in Suriname. En zoals u ziet, dan is de politie ook aanwezig. Die afveiligheid hier zo in Stubila. En ik hoor hier semi-kampioen Wintiwai. En dit draait allemaal omtrent een voetbalknockout hier te Stubila. En het is vakantieperiode. En we weten vakantieperiode. Heerlijke tijd in Suriname. En if je kan play op je voetbal, ja, dan is dat op zijn plaats. Hier op locatie Kulturu TV. En ik zie hier semi-kampioen Wintiwai. En hier hebben we kampioen van U17 en dat is de heer van Efraim Zegen. U ziet daar de uitreiking. En hier hebt u semi-kampioen Efraim Zegen U27. Dat na een voetbalwedstrijd zou Obeluku daarnet een beetje sport gebeuren nu. Op Kulturu TV, het is vakantietijd in Suriname. En we weten, vakantietijd, dan heb je heel wat activiteiten. En ja, voetbal, dat na altijd eerste plaats. Wanneer het gaat omtrent het sport gebeuren in Suriname. En zoals u hoort, dan gaat het om Rango. Wanneer we het hebben over Rango, is het Rangulam weg. Ja, kampioen U27. En zoals u ziet, dan genieten de jongens. Ja, het gaat omtrent het voetbal gebeuren hier in Suriname. En je ziet van de boeien geniet. Rango en zoals u ziet daar. Yeah.
En we kijken even als we een gesprek kunnen hebben met de tweede plaats van... Fawa kami brada, mi wanjuk yu even snel. Mi wanjuk yu even snel. Mi brada, unuteka a tweede plaats. Fawa ka, mi besitak wampchin teleurstelling bij de ook toe in a model. Well, isa ba balane, golek fai wane altijd. Maar u doe best. Voor behaal a U17, zowel a U27 finale. En ja... Nanga U17 na bereik a leuko fu uteka a kampioen en ja U27 uteka semi kampioen. Dus ja, is mee genomen. Ja, you ook to you be coach ala de to team? Ja, mina coach. Ja, voor ala to team. Me mag tegen die zien, nog respect voor Unu Seide Kultur TV. Omdat, if me luku sa je doen nga de jongere jaso in Abirti voor Efraim Siege, isabi da... Ja, nou een mail, palgi you. Hoe kan je de manko in een sport gebeuren? Want je hebt vaak genoeg, ja, de jeugd belanden in een criminaliteit. Maar je gaat op een verkeerde pad. En if een man de bezig, dan ga je een sport, dan ga je zo'n zand, dan omkoesteren. Je vindt dat morgen man moest in Efraim Siege, gelijk de malik you. Ja, dus morgen man de, maar zij denk je, aan alle man... E aba a active cafe si mama de mala Efraim Sakadu de Sosandis en ya mi de altijd wa ma salo bieb de so de my arki men evident wan kota wa coordinator wa san if de mane arki anogo en ya de boye gi yesi des ego ya man ya man e sat boodschap you be aptik gi a jeugd want askoro e begin dalek en u saba economische situatie in a kondre kinderen moeten kinderen blijven isabi de man focus te paskoro set boodschap u be ap gi de man. Well, gi ayu mi otak altijd tak gona skoro do your best. Isabi de mai tak once and altijd. Di ap somang di make if gwa skoro na nga somang no manga skoro. De masa no manga skoro na de one di one go ma de no mango. Des ko tak a financial ane guna oso. Isabi ta des demandat if mande saka yep demandati mi kasang komoro masida. Mi den au komoro buang ayu. Man ya skoro malai ma. If aba model a push mus defi kan gas koro ante fa push no de we see one gas koro no mango ida walo my lips koro am data push no de ma de manas koro man ma de viluku o me mande no unu jasa ne gas koro ma de manas koro man ma de manu man gas koro I know that me want take this you say gas koro tan do your best want ano maklet I gidi wan sanu abeng na de wanda te firen tak ano maklet fu gas koro en ube tak nanga Ube takang a Pinas Romario. Pinas Romario. Ah, itu. Fokus bi asanin a Pinas sudah kater karma. No, awak dah tahu Pinas ku matrasi. Ya, itu. Utak Mario merbekent as DJ Mario. DJ. Enough respect Kultur TV sa Iguani Delan. Cuba apa ambus ku pergi des madrapi. Well, Kultur TV sa Iguani Delan. Abus ku pusam upgrading. Netak ubalah media. Gi positivity. Nang adat, we go moro para. Ja, dan. Naf respect. En zo hadden we ons gesprek hier met de heer Pinas, een trainer, eenmaal kampioen. U17 heeft die kampioen behaald. Maar met U27, ja, een semi-kampioen. Als je het aan mij vraagt, petje af voor deze man. Zoals u ziet, dan hebt u hier de organisatie. En dan gaan we het afsluiten, de organisatie hier. De organisatie. Kultur TV, we waren hier op locatie om dit verslag voor u te brengen. Alston Sanayong in Stubila. In La Tour. We are signing out en we kijken verder wat voor item we nog voor u daar thuis brengen. Dag Holland, ik wil daar dag komen, Holland. Ik pinaar hier als een raad. Wambari Teana, Wogoluku na Kulturu TV. Tam sabaka gang, pe Canada pe wang, yeah. Hey for it new, go look up the new. Kulturu yusu, pas te fast tratis refbuntu, unde bani.
Sadef Arkina New Kulturu Nyunsu Pastefa Stratis Resbuntu Suriname Soen Hele Klan Mako Depti Hele Kwan Weshi Alas My Sari Alas My Bari Maefu Bondru Kwawang Tak Wesre Kama Masranang Beno Wansoma No Abif Kwari No Abif Sari Yeah Baya Kriyoli Ya Fans of Shini Esha Idole In Distance of Enemies Dambo Taki On The Right Place Different Colors One Stage Go 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 Be Alo Be Gro Be Wela Fu Antai Gestaka